de kermis na zo'n lange tijd van stilstand is natuurlijk ja, bijzonder. En de attractie komt weer de stalling uit. En dan, ja, dan is altijd de vraag hoe gaat het verder. Hè? Maar we hebben hier opgebouwd en ja, we zijn open gegaan. En ik denk op zich dat die goed ontvangen wordt. Deze attractie die is 3 jaar geleden, hebben we deze gekocht. En ja, we hebben hier nou toch eigenlijk te primeren. De mensen komen toch wel ja, in gepaste hoeveelheid het trein op. En ik mag eerlijk zeggen dat, ja, dat de attractie goed ontvangen wordt. De speciale elementen zitten hiervoor. Dat je zeg maar in een soort skateboard effect dat je ja, omhoog gaat en dan met een vloeiende beweging er doorheen komt. Ik heb hem zelf ja, ook al een paar keer geprobeerd en ja, ik vind hem heel spectaculair. Deze variant bestond al een klein beetje natuurlijk. En het parcours is een beetje aangepast. En we hebben nu andere bochten en andere heuvels erin. En ja, de mensen willen hem toch allemaal proberen. Bij de andere achtbaan heb je 2 diepe vallen. En dat gaat eigenlijk ja, een beetje de kriebels in je buik. En deze achtbaan variant gaat de gondel op zijn kant in een vloeiende beweging naar de andere kant. En dan ondertussen draait de gondel ook al. Dus dat is ja, toch anders. Deze baan heeft hij ook nog wat andere heuveltjes. En we werken tegenwoordig met magneten. Dus de remweg in het station die gaat soepelen. Bovenin zit een andere hobbel. En hier beneden hebben we een ander traject. En dan komen we binnen op de magneten, zeg maar. Het is allemaal nog nieuw. En er zit overal nog wat verf op en dingen. En ja, we moeten de handigheid er nog een beetje in vinden. Normaal dan doen we er een dag over, maar omdat deze nog nieuw was, hebben we hier 1,5 dag aan het bouwen geweest. Een beetje uitzoeken, het moet allemaal een beetje nog, ja, het is allemaal nog nieuw en er zit overal nog wat. Je moet het wel zo zien als dat je een IKEA bouwpakketje haalt en dan voor de eerste keer in elkaar zet. Mijn vader reist nog steeds met de achtbaan en mijn kinderen staan ook op de Tilburgse kermis. De ene staat op de beste met een achtbaan, de andere verkoopt churros. Ik heb deze attractie, dus de hele familie is aanwezig. Een beetje achtbanenfamilie. Ja, voor mij is dat heel speciaal natuurlijk. Hè? Want het is mijn eigen attractie en het is een beetje ja, een droom. Hè?